enige drie verkenningsrondjes achter de rug. Wat is je verdict? Hele zware cross. Mooie cross met heel veel afwisseling. En de ene springt wat vroeger op de fiets dan de andere. En dat gaat soms verschil geven. En de zandbak is een cruciaal punt. Balken, ja, ik heb het in Essen ook gezegd, maar je hoeft eigenlijk niet te springen, want daarna moet je toch lopen. Het is misschien beter van gewoon te lopen en die balken zijn absoluut van geen telde meer. Het is de zandbak die het hem gaat doen. Een wedstrijd waarin je kan afwachten of moet afwachten? Niet moet afwachten, je eigen koers moet rijden en de sterkste gaat hier vandaag winnen. Dat is leuk, voor jou? Ja, ik heb het liever zo. Vorig jaar in Mol, ja, dan moet je gewoon een tactische koers rijden en dan krijg je gewoon 6-7 renners in de laatste ronde en dat gaat hier vandaag absoluut niet gebeuren. Ja, ik denk dat je iedere ronde moet wisselen, want die Sintelbaan brengen heel veel steentjes met zich mee en de pion geeft constant het gevoel dat hij overspringt, alsof dat hij slecht staat afgesteld. En dat is gewoon het zand dat tussen de ketting blijft hangen. En dat is frustrerend, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Succes. Dank u wel. Ja. Het is toch een beetje te relativeren. Er staan bij de profs wel geteld 14 mensen aan de start. En drie daarvan heten Van Toernout. Dieter, Michael en Sven Van Toernout. En toch moet daar de kampioen uitkomen. Of supporter u voor iemand van de categorie elite zonder contract, dan kunt u mikken op Kevin Kant of Fini Praat. Misschien wel de topfavoriet Kevin Eekhout of Stijn Huis. Er zijn er nog een paar. En die loopstroken zullen dat ook doen. En die tonnen zand die overgebracht zijn vanuit Kokzijde en Nieport, die zullen misschien wel alles bepalend zijn, zei Palme. Dat is ook zo. De zandstrook is toch wel een factor die dan niet voor iedereen is weggelegd. Erdoor rijden aan een behoorlijk tempo of die zandstrook zoals ze hier netjes afgewerkt is, die moeten gaan lopen, dat gaat op termijn toch wel meespelen. Toch hebben we gezien dat er een vooruitgang in zit. Je zag bij de belofte toch al mannen die er doorheen kliefden, zoals Toon Aarts bijna helemaal. En dan zie je die trainingsbeelden bij de profs en die doen dat galant, spelenderwijs. Ja, dat klopt wel, dat hele verhaal. Dus, maar we hebben ook Jens Adams op een bepaald moment, de huidige kampioen nu bij de belofte, er zien doorrijden, vrij mooi. En dan in die volle finale, die laatste ronde, de belangrijkste ronde van zijn jonge carrière, faalt hij. Het is wikken en wegen. Het is niet iedere keer met succes af te werken. We hebben een paar keer uit monden gehoord. Niels Albert, parcours voor Niels Albert. Sluit jij je daarbij aan? Daar zit heel veel waarheid in. Hè. Hij kan lopen als een paard. Hij kan geweldig op die snelle stroken, zoals we ze hier zien uit de voeten. Amusement bekeken. Ik heb heel dikwijls moeten lachen, glimlachen zelfs, omdat ja, heel die heisa, daar maak je jezelf zwakker mee natuurlijk. Als je zegt die balkjes die moeten weg, dat wil zeggen van kijk, ik ben niet goed genoeg als de balkjes blijven liggen. Dat is natuurlijk niet goed voor de moraal. Een jaar of twee, drie dat hij in de tweede cross van het weekend beter is dan in de eerste cross. Dit is zijn eerste cross, dus dat heeft hij gisteren gedaan. Een wedstrijdsimulatie in de Kempen op koersniveau.
kun je dat wel op koersniveau? Ja. Hier heb je Klaas, die ging de leeuw in zichzelf loslaten. Ik ben benieuwd hoe fel die leeuw zal brullen, prikken. Hier heb je Tom Meese. Als je met Tom Meese de laatste ronde ingaat, dan heb je een probleem. Want dan overstijgt hij zichzelf en dan kan hij zijn sprint bovenhalen. Hier heb je Bart Arnouts. Zal ik maar zeggen, plaats 6 voor Bart Arnouts. Hij zal er niet ver naast zitten. En dan heb je hier Niels Albert, de challenger. Op Sportza.be zeggen 59% van de stemmers Nijs. Een goede 17, 18 zeggen Albert. En dan zijn er nog een stuk of 4, 5% die zeggen deze Bart. 7, 8 geleden zijn kampioen van België in een echte zware, zware loopcross. Maar dit is een ander verhaal. Mijn heren, beheers u. 1, 2, 3, 4, 5 bollen. Wachten op groen. En weg! En dat is een mooie start. Peters bijna heel even uit balans. En dan zien we Klaas, uiteraard weer Klaas, naar de kop. Dan kun je maar beter aan dat wiel zitten van sterke, snedige Klaas. Ja. Met zijn lange halen is hij er toch in geslaagd om voldoende snelheid te gaan halen. Ging erachter zeker in Calpe. Maar dan komt dan plots Meeuwsen naar voren. Ook Welles zit goed. Ook Sven van Toernout is Jandori goed weg. En dan gaan we daar het grasveld in. En dan gaan we op weg naar de Ierse Bermpaal. Kunnen toch niet geloven. Hè? Dus dat kleine foutje van Peters wordt zo zwaar afgestraft. Hij zit laatste daarnet. En Albert op één na laatste. We gaan naar Renaat. Ja, Meeuwsen als eerste over de Ierse berm. Met Welles in het spoor. Met Van Toernout die hier binnenkant bocht pakt. En die naar de leiding probeert te gaan. Nijs zesde, zevende. En dan Albert met het is Van Toernout. Klaas van Toerenhout met een groot probleem hier. Wordt al ingehaald door de eerste elite zonder contract. Start nummer 13. Het brengt geen geluk voor West-Vlaamse Sven. Ja, dan heb je daar inderdaad die mannen van de Elite Snor contract al. Die zo meteen ook een kopje gaan bovensteken op die Ierse berm. En dan zien we Bosmans in laatste positie. Niet Albert, ik heb me vergist. Die zit daar wat voor. Maar een denderende start is dat in elk geval niet. Hij is op 2 na laatst. Maar hij schuift al op. Hij maakt dus van de gelegenheid gebruik om toch binnen de kortste keer naar voren te schuiven. En dan zien we hier Vincent Baastaans met het nummer 33. Ook hij zou hoge ogen moeten kunnen gooien bij de categorie elite zonder contract. Ik vind het altijd wat kunstmatig dat apart starten en zo'n cross in een cross. Twee kampioenschappen in één in dezelfde wedstrijd. Misschien moet daar eens een verandering aankomen. Dan heb je Pauls die galant meegaat. Adams. En dan eentje van de mannen van de Adams-familie die naar voren schuift met het nummer 2. De moraal te pakken natuurlijk. De kleine, de kleinste uit de nest. Daar straks kampioen van België geworden. Ondertussen is Albert Nijs al voorbij. Nijs heeft zich laten wegdrummen. Zit nu in positie 10. Maar er is plaats genoeg op dit brede parcours om op te schuiven. De mannen van Sunweb in blok met 4 op een rij. Ja. En ze zijn ondertussen met 5 in het hele pak hier. 1, 2, 3, 4. En dan hebben we nog eentje. Met 5 stuks zitten ze hier in dat deelnemersveld. In elk geval een rustige start. Hè? Vrij bedaard. Niet iemand die meteen zegt van zal ik er maar eens een snok aan geven. Nee, maar dat is ook aangewezen. Want het is een zwaar, zwaar, zwaar gedeelte. Als ze deze trap boven zijn, dan gaan ze toch al richting die Bretonse muur. En daar ligt het wak. Daar is het baggeren. Daar moet Zeker. Je vooral kunnen lopen. Dat is rijden of wringen tot aan de brug. De brug oplopen om dan toch boven weer op te springen. En dan terug beneden komen. Plof in die zware blubber. Want tot hiertoe zou je zeggen, ja, het is een parcours van 2 keer niks. Maar dat gaat zo meteen veranderen. Hè. Voilà, we zijn eraan begonnen. De loopfase met Adams, met Meeuwsen, met Klaas van Toernout die een eind verder rijdt dan de rest. Hij besmeurt natuurlijk zijn fiets daarmee. En hier heb je Nijs met Bosmans helemaal achteraan. Zeer elegant, de tred van Jury. En hier is Sven van Toernout is uitgeschakeld, ondanks dat nieuwe paard dat hij heeft. Ja. Is wel van toepassing hier op deze paardenrembaan. Staat hij daar aan de kant? Was het probleem, Paul? Ja, de ketting is er helemaal af. Maar of dat nu helemaal het grote probleem is, ja, er zal wel meer aan de hand zijn. Want anders is het makkelijk dat die ketting daar terug op te leggen en verder te rijden. Dus er zal wel effectief een breuk zijn, links of rechts. Dit is nu typisch voor deze fase van de wedstrijd. Dus die potpourri van hindernissen. De fiets op, de fiets weer af. Iedere keer weer dat omschakelen. Knopje omdraaien bovenaan in het hoofd. En dan weer galet geven. En dan, woeps, naar
het kokzijdense zand. Dat is iets anders hier. Die zandstrook niet voor iedereen weggelegd. Straks gaan we wel beelden krijgen van mannen die dat erover zweven, maar nu voorlopig stilletjes braaf zijn. Renaat. Ja, Jori Adams, de broer van de kersverse beloftekampioen, rijdt helemaal tot het einde van dat zand. En dat samen met Tom Meeuwse. En dat zijn de enige twee samen. Is dat wel vaker het geval? Ja, je kan er ook een hoofddoel van maken. Van ik verschiet hier alles in het begin van de wedstrijd. Want als ze straks de grote kanonnen, hè, alle registers openen, ja, dan is het moeilijk om nog in beeld te komen. Dus hè, in dat opzicht doet Adams het perfect. Nijs die even kijkt naar zijn apparatuur. Albert die daar twee plaatsen voor hem uitzit. Ik heb het over de grote favorieten. Jori Adams is de wereldkampioen bij de juniors in 2007. Dan Tom Meeuwse. Dan Kevin Pauwels. Goed gestart. Dan Albert. Hier Nijs die de bocht pakt. En daarachter dan Klaas van Tornhout. En zo zijn we eigenlijk bezig aan de afhandeling van een verkenningsronde. Ja, en wie dat er goed op schuift, dat is Albert. Maar op flinke slag, toch van kort bijgevolgd, is het Nijs die dat maar oog heeft voor... Ja, de gevaarlijke outsider. Zij doen het, hè. Zij proberen toch al rijdend naar boven te kleffen. En dat is niet evident, hoor. Nee, dat is een heel moeilijke bocht. En komt er al bij, dat is heel kort draaien. Maar het is dan ook nog zo glad als een paling daar onderaan. Ja, ik denk dat het grootste gevaar in deze wedstrijd vallen is. Dat zagen we ook al daarnet bij de belofte, waar bijna iedereen wel eens tegen de vlakte ging. Of tenminste zijn fiets liet zwiepen, zwadderen. Hier heb je die balken, maar dan moet je onmiddellijk weer in loopfase om die bochtjes te nemen. Het is goed afgelopen voor Tom Meeuwsen, die dat toch vrij vinnig die balken daar trotseerde. En hoor dat lawaai, dat overrompelende lawaai in dat amfitheater, want dat is het hier. Hè? Alles compact, gevaarlijk, samengepropt. En toch rijden ze erdoor. Ja. En bij de andere categorie was het meestal lopen, maar dit zijn acrobaten, weet je wel. Klaas van Tornhout volgt de wereldkampioen. Gevaarlijk, gevaarlijk. Het zijn allemaal wel carbonen fietsen. Dus maar die ijzeren van vroeger, die vorken van vroeger, die zouden daar wel eens echt een knak kunnen gekregen hebben. Adams, Meeuwse, Pauwels. Het zijn de mannen van de Kempen die de debatten leiden. Hier is het lopen tot halverwege de brug. Daar springen de meesten op, zoals we nu zien. Alweer een brug. Met iedere keer een paardenkop erop. Ja, ja, dat moet zo natuurlijk, hè, aan de Gaverbeek. Die zwarte hengst, dat is vlak aan de aankomst. Moet dat wel, zoveel bruggen? Ja, het is toch wel indrukwekkend. Het is in ieder geval, het maakt het zwaar. Dit is een moeilijke passage van Nijs mee te geven. Maar die bruggen, ja, dat is, op die manier kunnen ze de materiaalpost naar hun hand leggen. En het is toch wel genoodzaakt geweest. Eerste ronde zit erop. We zijn goed 7 minuten en 18 seconden aan het crossen. We krijgen zo meteen wel de exacte rondetijd. En Bart Welles die holt die... ...zij opgeschoven omdat er een witte trui op kop rijdt. Iedere keer bij iedere strook dalwaarts toch weer opletten dat je geen zwieper maakt. Ook hier is dat weer het geval, al is het hier geraadzaam om in loopfase te gaan. Heel behoedzaam. Hier kun je je rug overhoop halen. Die zon, die lage zon staat me ook niet aan. Je hebt niet altijd overal een zicht. Albert legt er nu al tuchtig de pees op. Je moet er niet aan twijfelen. Je zult dat binnen de kortste keren merken aan het hele deelnemersveld. Dat gaat kraken, dat gaat in stukken vliegen. We gaan nog eens bekijken naar wat er daar in de achtergrond allemaal gebeurt. Een aanrijding van Peters.
die tegen iemand van Sunweb aan dat wiel van Albert blijven plakken. Als hij tenminste kansen wil behouden op de titel. Op een bepaald moment kan het ook zijn natuurlijk dat je het voelt, ik breek. En dat je dan moet inhouden om toch nog de kansen graag te houden op het podium. Ook dat is crossen. Gaat hij woord houden, Albert? Ik loop hem er wel af. En dat dan verwees hij naar Nijs. Het is een kwestie van conditie ook, hè? Ai. Hij vertrapt zich daar een beetje. Ja, dat is van een brug lopen. Dat zie je niet vaak. Onuitgegeven zelfs. Albert die vaak op trainen of op lopen traint. Zeker strook in te gaan. En nu eens kijken naar de zandtechniek. Bij Albert is die uitmuntend. Vrije weg. En dan zien we Meesje. Die is ook in het zand geboren. Nijs die kiest een ander spoor. Gaat daar galant voorbij Meesen. En komt zo dapper aan het wiel van Albert. Ja, is toch wel even indruk maken. Ja, man. Komt zo op plek 2. Jim Arnouts doet dat overigens ook goed. Nijs daar aan een van de talloze VIP-tenten. Springt niet. Houdt het bij lopen. Meesen doet dat wel. Maar dan moet je van de fiets. Ja, dat is miniem voordeel. Miniem voordeel. Albert die steunt op zijn tuig in de loopfase. Pauwels komt weer aansluiten bij Albert. Daar komt ook Yuri Adams. Zijn broer dus kampioen van België geworden bij de belofte. Daar komt nu pas Klaas uit de bocht. Eerste manoeuvre van Albert mislukt. Nijs die zich daar vastrijdt. Daardoor de rest ook wat te voet zit. Daardoor plooit accordeon weer dicht. Voordeel van op kop rijden. Dan kan hier je niets overkomen als ze tenminste allemaal hetzelfde traject kiezen. Michael van Tornhout aan het wiel van Klaas van Tornhout. Door de kleine misstap van Nijs daar in dat dalletje krijg je weer een kopgroep van een man of 6. En komt Adams nu ook weer dichterbij geplooid. Klaas volgt nog 11 seconden van de man in de regenboog. Ronde al een feit. En dan gaat Nijs eens even omkijken. Waar zitten ze? En hoe zien ze eruit? Zijn er al aangezichten die wat verraden? Altijd opletten. Dit zijn profs. En er zijn nogal wat gehaaide profs bij. Die kunnen ook smoelen trekken, weet je wel. Hier wordt er gewerkt voor Klaas van Tornhout. Ze brengen hem terug, de kleine jonge Michael van Tornhout. Bart Welle schuift op. En wat is er met Peters aan de hand? Ja, de zetel. Het is een ander verhaal hier. Loopfase weer achter de rug. Nijs die weer naar de kop gaat. Ik kan het niet laten. Nijs in de technische zone. Met het zicht op de technische zone gaat hij wellicht weer tempo maken. Ja, net richting zandbak. En dat is wel het juiste moment dan. We gaan eens zien hoe hij dat doet. Gaat hij weer een meesterstukje neerzetten? Of stropt het? Kan natuurlijk altijd. Hè? Veel hangt bijvoorbeeld af van het begin. Maar hij doet dat wel zeer galant, moet ik zeggen. Laten we maar niet te fel doorrijden. Of hij komt... Het stropt. Hij het stropt weg. Bij de rest. En dan zitten we met die. En dan iets. Heeft hij een lengte op. De rest. Staat te voet. Het zijn zelfs 5, 6 à 7 seconden dat hij op die ene zandstrook. Dan, hij komt daar aan die zandstrook. Hij ritst daar nog vlug Jim Arnouts voorbij. En dat zijn toch wel de mannen die dat je eigenlijk op die moment moet gaan passeren. Als Albert toch niet in de buurt is. Maar nu? Ja. Wat doe je nu? Ja. 40 minuten. Alleen rijden of nadenken? Dan rij je daar alleen. Het is wel zo. Het is nagenoeg windstil. Er is een klein zuchtje. Ik zie een paar vlaggen die een inspanning doen om te wapperen. Paniek bij Albert. En Albert moet dus gaan achtervolgen. Ja. En we gaan naar Renat. Ja, 12 seconden. Hij pakte 8 seconden in het zand. Hij heeft er nog 4 seconden bij gedaan. Nadien 12 seconden de voorsprong. Paul van den Bossche. Een eerste conclusie. Ja. We zien in elk geval dat Tom Meesen zijn uiterste best doet om naast Albert te blijven. Om misschien straks nog in die lopende fases toch nog wat te doen aan die achterstand. Want die is plots wel 12 seconden. Hè? Ja. We laten onze chrono ook meetikken. Ze zien elkaar daar wel rijden. Maar Nijs is natuurlijk al een paar hindernissen ver. 11 seconden. Dus Albert heeft er een seconde van afgepietst. Dat is ver. Ook al wordt er daarachter nog gesprongen, het haalt heel, heel weinig uit. Je ziet ook een grimas op het aangezicht van Albert, maar dat zegt niet alles. Dat is overschakelen, in volle koers een beslissing gaan nemen. Daar straks de vorige ronde links
dik in de problemen. Om dan uiteindelijk ineens rechts te gaan kiezen. En dat was... Albert waggelt. Ja, dat is Albert rechts. Wankel. Dat is rechts. En hij is links ervandoor. Hier maar komt Arnouts ook aan diezelfde kant. En dan weer diep ploeteren. Enkel diep. Dus geen katapes en mensen. En dan is Albert een paar plekken kwijt. Dan moet Neuse het tempo gaan opleggen hier. En dan wordt het verschil wat groter, zeker. Dat gaat hij graag 14 horen. Seconden. En zelfs kunnen zien straks bij de 180 graden bocht. 14 seconden en dan komt hij daarbij. Ja, die kon daar niet aan doen. Nochtans was het een eentje met een wereldkampioenenmutsje. Daar komt Nijs. Het is nog 6 ronden ver. Hij is 21 minuten. En hier. Dit is minder goed voor de tegenstand, want daar wordt nu al gelonk naar elkaar. En dan zie je Albert wat wegzakken in die groep. Is dat een veeg teken? Dan is het Michael van Tournout, de belofte eigenlijk nog. Nou ja, die is wel... Dat ding. Berm. Ja, niks van gezien. Los erover. Kijk hoe hij de benen wat schuin trekt om die ideale balans te zoeken. Dan weer onder een paardenkop door. En dan moet hier Michael van Tournout de klus gaan klaren. En is Bart Welles opgeschoven naar de derde plaats. Opgelet hier, want hier stropt het vaak. Maar dat doen ze allemaal vrij goed. Al is het hier dan toch weer... Even kijken, wie is het? Albert. Die knoeit, hè? Ja, ja, ja. Ja, het was al dat beekje daarvoor dat het in de soep draaide. Is en dat nu de stress? Renaat? Ja, hoe ziet de manager? Ah, ook ondanks 100 meter zand. Voor mij is de koers gereden. Jammer genoeg. En het is nog wel zo lang? Ja, maar dat kan hij nooit rechtzetten meer. Dat bestaat nog. Voilà, duidelijker kan er niet gezegd worden. Dat is wel snel, dat roodhoofd. Eigenlijk langs Metzen. Metselen. En dat is perfect als je zo door het zand rijdt, dan is dat... Dit bochtige parcours waar je de tegenstand altijd ziet. Hoe snel hij vordert, Renaat? Ja, de eerste achtervolger op Sven Nijs is dus Michael van Tournout op 15 seconden in de materiaalzone. En de achterstand van Albert, laatste beroepsrenner op dit moment, op een halve minuut dertiende. Ja, dat is bitter. Nu, opgelet. Hij is 27. Hij moet het karakter tonen om daarvan te herstellen en er een lap op geven. Heb je het andere oudje gezien? Heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om helemaal naar voren te schuiven. Bart Welles op 3. En dit is nooit een Nijs-stuk geweest, hè? Zo'n blubberpartij, hè? Waar je moet lopen. Ja, maar de Bretoense muur hier mag ondertussen de Berlijnse muur worden. Vandaag geen probleem voor Nijs. Kan natuurlijk nu, het is allemaal zeer relatief, wat doseren om dan weer vol te gaan in die zandbakken. Albert die nog eens heel even zijn pedaaltje weer. Achtvoudig kampioen. En daar gaat hij weer. Gaat hij voor 9 vlekkeloze beurten. Dat is niet evident. Dat hè? Zou straf zijn. Naarmate de wedstrijd vordert, de vermoeidheid toeneemt, kan het wel eens zijn dat ook hij in de loopfase moet overgaan. En daar komt nu de eerste achtervolger. Is dat Bart Welles? Dat is Bart. Met Michael van Tournout. Maar zij lopen. Wietse. En Pauwels ook lopen. Wietse Bosmans. En Meuse die goed gestart was. Peters die er blijkbaar een beetje doorkomt. Hij alweer een stukje verderop. Rijdend. Galant. En hier is Albert. Dit botert niet. 25, 26, 27, 28. Oh, kan niet volgen. 32 seconden te volgen zie je rechts. Dus even kijken op onze klok. We zijn een half uur aan het crossen. Hij vertikt het om te jumpen. Ja, ja. Nochtans zijn de balken altijd wel een mooi punt. Herinner maar Essen. Deze Bart Welles komt dichter. Komt op 12 seconden. Dan heb je Pauwels die jumpt. Met als Meus aanvalt. Arnouts smakt tegen de grond. En daar is Renaat. Ja, bij de ploegleider van Bart Welles. Danny de Bie. Hij komt op 12 seconden. Welles, die een uitmuntend loper is, toch nog wat dichter gekomen is. Daar heb je het foutje van Bart. En die mag dan van geluk spreken dat hij net niet op die tweede legger ter opkomst was. Hij moet nog 5 ronden afleggen. Het wordt een lang kampioenschap. Ja, ja. Je rijdt dan een keertje perfect door daar het zand. Daar heb je Bart Welles al. En dan krijg je die situatie dat je veel te vroeg aan de leiding komt. En dan zit je daar met die riante positie terug. Terugweg is er helemaal niet meer. Je komt op 7 seconden. Ja, maar het probleem is niet echt Bart Welles. In dit geval voor Nijs. Deze kleppers, dat is een heel ander verhaal. Pauwels op 15.
En daar komt Albert nu uit de bocht. Die heeft een off day. Die werd daar net op een halve minuut gepointeerd. En dat is nog een lap meer. Hier komt hij. Hier komt Albert op 33 seconden. 7-16. Dat was 7 seconden trager dan de derde. Die rappetoer, zoals zij dat zelf zeggen, van deze Svenes. Komt hij zichzelf wat tegen of blijft hij gewoon zijn verstand gebruiken? Zijn eigen tempo kiezen. Als je... Ik zeg het, een kampioenschap is altijd een feest van het mirakel. Maar als je de leepste bent van het pak, dan neem ik toch aan dat Nijs voorlopig heel goed aan het nadenken is. En dat hij gewoon beslist op dit moment van pauze is los. 40 minuten in mijn eentje. Opgelet daarmee. Pauwels is los en Pauwels heeft een heel goed ritme te pakken. Peters is ook los van de rest. En Albert blikt toch nog altijd vooruit. Ja, dat is goed. Dat is hoopgevend voor Ziet hem. Ziet nog naar de toekomst toe. Naar het tweede deel van deze wedstrijd. Nijs weer naar een zoveelste bocht. Me dunkt dat hij toch weer een iets een pietje verder uitgelopen is. De man met het nummer 8. Klaas van Tornhout gestart met het nummer 1. Daar heb je Bart Welles. Wat een ouderwets duel. Het lijkt wel het jaar 2004. Ja, eentje van 37 en eentje van 35. 10 seconden. Aan de leiding. Pauwels. Opgelet voor Pauwels. 16 seconden. Peters en Co. 20 seconden. Ook Bosmans daarbij. Bosmans die binnenrijdt. Jim Arnoud aan het wiel van Peters en Renaat. Ja, opgave intussen van Jurie Adams, de man die als eerste door het zand kliefde uit de wedstrijd verdwenen. Ja, wellicht gemotiveerd, gedreven door de prestatie, de titel van zijn broer Jens. Zal hij gedacht hebben van, zal ik hem ook maar eens in de kijker rijden en een splijt in de eerste ronde neerzetten, dat deed hij ook. Bart Welles is nog altijd populair. Bart Welles kan ook rekenen op veel gejuich van Nijs supporters. Ze hebben samen een decennium volgemaakt in een tweestrijd. Dezelfde generatie. Opgelet. Behoedzaam naar beneden lopen. Ja, ja. Nijs is nog amper zijn lengte van 1,8. Daar is hij sterker in. Nogmaals, ik heb het al vaker gezegd, hij heeft in de zomer een stratenkoers, een stratenloop gewonnen. Hè? Hij gewonnen. Hij is terug ver weggelopen. Op een rare manier blijven steken. Stress van de kampioenschapsdag. Hier komt natuurlijk weer de netelige fase. Rijdt hij daar helemaal doorheen. Mm-hmm. En gaat wel eens weer moeten lopen. Dan mag je er weer een smak van een seconde of 4-5 bij doen. Dit is weer een kilometer per uur rapper dat hij dan de vorige doortocht in het zand. En hij moet lopen. Schuddebolt een beetje. Dat en is... krijgt dan Paulus op zijn huid. Hier gaat hij 5 seconden wegrijden. Hij is deze keer daar straks op 7 seconden gesignaleerd. En dan zie maar naar ons. Hou de chrono nu maar eens in de gaten. Het is zoals zo vaak op kampioenschappen. Er is er altijd eentje die het laat hangen. Die een slechte dag heeft. Die met zichzelf in de knoei ligt. Altijd. Dat is eigenlijk in iedere wielerwedstrijd zo. In de Tour moet je die laten van Tornhout achter. Nijs die me dunkt weer wat verdapper. Ja, ja. En wat hoger tempo gevonden heeft. Het is, hij heeft die fase doorstaan. Hij heeft een ronde eigenlijk op zijn gemak, relatief gemak gereden. Om dan terug eens een keer een snelle ronde voor zijn rekening te nemen. Koppig als hij is, acht ik hem ertoe in staat om het te vertikken om te jumpen op die balken. Om achteraf een statement te doen. Gewoon om laten te merken van ik heb die balken absoluut niet nodig. In Duitsland wint, vult u zelf maar in, Philippe Waalschreiber. Goed. Hij doet het wel. Hij verdient het ook. Rob doet dat ook. En Meeuwsen ook. Meeuwsen is wat dat betreft de grootste kunstenaar. En die ziet natuurlijk
Of is het wel eens? Is wel eens. Meestal ze komt daar nu pas. Renaat. Bij Paul van den Bos, de trainer van Sven Nys. De laatste top, het laatste verschil was 4. Ik wil geen advocaat van de duivel spelen. Ja, er kan van alles fout lopen in die zin dat technische type in principe, denk ik niet, met de conditie die hij heeft, dat hij een terugval gaat krijgen. Is er dan sprake van een piek? Kan hij dit volhouden tot de 2K? Niks forceren. En zo gaan we door en we zullen het wel houden tot in Oogrijden. Dankjewel. U zag dat Jim Arnouts daar even in de problemen kwam. We hebben een ronde neergezet van 7 en 6. En hier is Niels Albert. Die komt op 54 seconden. Hoe kan dat nu? Ja, dan merk je dat op een bepaald moment. Albert heeft een keer een snok gegeven, helemaal in het begin van de koers. Alles kromde, of rechte beter gezegd, de rug. En kijk, deze Nys tempo maken op een stuk dat voor Albert bij wijze van spreken klaargelegd was. Wat een benen. En dan zie je Pauwels met Peters en Bart Welles. Die naar het puntje van het zadel kruipt. Hij totaal in evenwicht met zijn nieuwe fiets. Blijkbaar toch weer beschikkend over die vorm van Baal. Deed wat hij wilde. Ja, maar dit moet wel in de buurt komen. Dit is tenslotte het Belgisch kampioenschap. Dat is nog een ander verhaal. Kijk, Bart Welles met de uitnodiging. Ja, Alain Jong ja, pakt over. Hij wil rijden, hij wil rijden. Hier zijn nog 2 podiumplaatsen en dat speelt mee. En een selectie, hè? Bart, een jongere team. Hij is niet... Ovita IJssen. Ja, hij is niet groot, maar hij zou een pony zijn. Maar hij springt geweldig over balken destijds. Jo, nog hoger, hè? Over balen stro. Dat was een kereltje. Pauwels. Pauwels in elk geval crescendo. Schrijf Pauwels maar op voor het WK in Hoogerijden. Hij zal er dichtbij zijn. Ja, als hij dit al mee kan afwerken tot een goed einde, dan is hij een van de kandidaten voor Hoogerijden. Pauwels altijd goed in Hoogerijden. Heeft daar ooit gewonnen en heeft daar ook zijn wereldbeker zeggen. Helemaal gaaf weten te houden. Nee, is andermaal met een perfecte ploegbeurt, zeker door dat zand. Ja, jongens. Ja. Ja, jongens. Oeverloos over debatteren. Wie is nu de beste in het zand? Dat is genieten. In ieder geval zoals hij vandaag door dat zand ploegt. Dan mag er nog eens één zwakkere passage tussen zitten. Die is dan wel ingecalculeerd. Want dat was eigenlijk zijn relatieve rustige ronde. Had Peters daarnet bij een van de vorige beelden geluk? Hij had geluk, want hij was al heel lang aan het zwaaien met zijn arm in de lucht. Net toen de camera wegzwaaide. En hij kon na 200 meter die post binnenduiken. En dat was nodig. Wel, eens gaat er ook doorheen hoor. Ik weet het niet. Alleen moet kijken. Michael van Toornhout. En daar is Albert, de aftocht van de geslagen man. Betrapt. De aftocht van de challenger. Mm-hmm. Niet Niels Albert dus. Geen tweede Belgische titel voor hem. Een opgave. De laatste plaat op 200 meter van de aankomst. Die staat zelfs vlak achter die brug in volle veld. Kijk naar het enthousiasme bij het publiek. Dit is Vlaanderen, dames en heren. Dit is waar wij gek op zijn. Zij volgen op 36 seconden. 36 seconden. Renaat. Ja, nog even over de opgave van Niels Albert bij Christophe Roto. Zo goed, maar Niels was terug oké op training. Maar erg was het goed op training terug. Ja, we hadden niet het idee dat Tassik zijn parten ging spelen of parten zou spelen. Ja, c'est la vie. Dankjewel. C'est la vie en niet getraind en ziek, ja.
Het is logisch dat je dan natuurlijk wat minder vooruit komt en dat je erbij aangeeft. Maar je hebt andere gegevens, Paul. Ja, ik heb een 2 uur waargenomen in de kranten. Maandag 2 uur, woensdag 3 uur getraind, donderdag 1,5, zaterdag 1,5. Albert dus. Totaal 8 uur getraind, dat is niet niks, maar dat is toch, dat wijst op een relatieve rustige week. Maar goed, het is zo dat als renners ziek worden in de aanloop naar een kampioenschap, dat ze dat dan zeer verstopt willen houden. Hè? Ja, dat proberen ze dan toch. Nijs een tikje in de pedalen, op de pedalen, om er netjes terug in te geraken. Nijs ronde gezien dat Peters daarnet binnenglipte in de post om te wisselen. Wellicht hebt u dat al gelezen, maar als je in de post binnenrijdt, dan moet je wisselen. Hè? Dus die stop and go, dat is verleden tijd. Dat is maar goed ook. Een reglement moet gerespecteerd worden. Ja, RIR. Reglement is reglement en dat is alleen maar leuk als dat op termijn door iedereen wordt toegepast, zodat, voilà. zodat er geen misverstanden ontstaan. En dat Woutje zich daar op termijn moeten van hem. Hij moet dit verteren. Spoel het door en denk aan het WK. En schrijf maar op dat deze knaap, als je hem ziet crossen, dan mag je nog altijd spreken over een knaap, dat hij gisteren daar in de Kempen een ferme voorbereidingscross gereden heeft. Hè? Gestimuleerd dan. Tja, ja. Lichtaard, zijn territorium. En dan krijg je hier, weliswaar op een drassiger stuk, een beeld van stervende zwanen. Nee, dat is overdreven. Mannen die nu wat speculeren en denken van ik moet wat overhouden voor die sprint die er mogelijk aankomt. Of een rappe laatste ronde. Ja, en daar is Peters mee bezig. Peters toch wel een echte finale rijder. Hij gaat zich dan niet laten afpakken, die zilveren of die bronzen medaille. Even kijken of Bart Welles er nog eens helemaal doorheen kan, zoals daarnet. Dat zou getuigen van een goede indeling. Peters, ook een zandklever natuurlijk, van Mol. Vorig jaar reed hij een thuiswedstrijd. Daar heb je Jos, die zal weer door het dolle heen zijn. Alhoewel, om Jos dol te krijgen, moet je al paarden voor de dag halen. En dat kleine ventje stond ook nog lang na te turen hoe dat Nijs het deed. Maar kijk eens hoe Postmans dat hier doet. Je raakt de balk. Het kan nog zijn dat er dan een medaille ontsnapt. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden voor de grootmeester uit Baal. Goh, goh. Dit is de man die vorige week een halve crossing heeft. En genoteerd 7.13. Dat is 20.8. En hier de mannen in de achtervolging. Dat gaat naar de 40 seconden met Rob Peters. Die inderdaad wel waar maakt wat hij beloofde. Meedoen voor het podium. En Bart Welles die zich krombuigt. Nog 1 ronde. Followen Bart. Blijf eraan hangen. Postmans die blijkbaar een mini prijsje betaalt voor die tussenversnelling. Of komt hij even op adem? Ze zijn te ver weg. Hè. Peters heeft zich gelanceerd. En dan het verloren regiment van de Sunwebs. Ja, niet op het podium. Nee. Dat had wel niemand verwacht. Dat is pijnlijk. En ze staan nogthans, of ze stonden met een man of 4 aan de start. Ook al lagen die balken nu perfect voor een niet-springer als klaar. Het is slecht bekomen, want het was een plens- en ploeterpartij. Hier. Je moet maar eens kijken naar die beelden op sportsa.be. Die 10 kampioenschappen van Roland Liboton. Daar zie je alleen maar mensen. Oei, hij gaat er vandoor. Klaas van Tornhout. Klaas. Hij gaat Albert achterna. De Leeuw. Een paar Tsjechen. Ook al. Vooral als het glad wordt. Renaat. Ja, de situatie bij de elite zonder contract aan de leiding. Daar op dit moment Kenneth van Kompernolle. Die heeft een voorsprong van een tiental seconden op Vincent Bastaans. Dankjewel, Renaat. Straks krijgt hij uiteraard nog een beeld van dat podium. Peters en Welles aan de babbel. Kom eens tot hier, Bart. Zegt Peters, allee, pak eens over. We gaan eens een tour goed doorgeven. Ja. Dat is wel een ploegje aan het worden, hè? Dus die mannen van vastgoedservice. Maar die zat toch vroeger bij Welles? Ja, maar die heeft dan de keuze gemaakt. Dus ze zijn met niet veel, maar er is wel kwaliteit. Adams, de regerende kampioen van België Belofte. We hadden de vraag gesteld, gaat hij hier 9 keer vlekkeloos doorrijden? Nou wordt het wel even moeilijk, maar toch weet hij weer dat spoor te vinden en zegt hij van... Dat zeg ik als Paul Herreigers naast me zit. Ja, maar dat mag je, dat mag je. Dit is een heel ander kaliber van coureurs. Ook in Nederland rijdt een man alleen vooruit. Zoekt u even? Van der Haar, half minuutje. Deze generatie kan alles. Die kunnen bergop, die kunnen bergaf, die kunnen door de modder, die kunnen lopen en ook door het zand rijden. Op steeds compactere parcours. Vergelijk het verschil maar eens.
Voilà, ze zijn weer aan het lopen toe en dat na een meter of 25. Niet eens. Daar in de achtergrond toch nog wel wat beweging. Een wereldbekerselectie. Maar nu moet hij wachten tot Leuven en die is volgende week. Maar kijk, als hij hier op het podium komt. Hè. Tuurlijk, daar kan niet meer fout. Dan ligt hij in de balans met Bosmans, met Jim Arnouts, misschien met Bart Arnouts, al heeft hij altijd de constante. Ja, de jeugd mag dan af en toe wel eens tegenpruttelen, maar nu tegen dit. Toen hij won voor Tom van Oppen. Wie was weer Tom van Oppen? Oh ja, de man die tweede werd op het WK in 2002 in Zolder. Ben Berde was toen derde. En dan even verder kijken in Hoogleden Gids. Dat was ook zo'n demonstratie van A tot Z. Van in de tweede ronde op en over Niels Albert. En dan de rest gewoon weggevlamd. Maar alle andere keren, alle zes andere keren, altijd kantje boordje. Met de trucendoos. Die van Pandora, weet je wel. Ja, ja, dat was het woordje van Lars van der Haar. Heb het zelfs moeten opzoeken wat dat het juist inhield, die doos van Pandora. Mijn polshorloge zegt een uur. Ik denk dat het in werkelijkheid een goede 58 minuten is op dit ogenblik. Dus straks nog een volle ronde. Wel eens gezwind. Peters nog altijd galant over die balkenpartij van 38 centimeter hoog. De nabootsing van obstakels in de jumping. En toch nog weer die power vinden om naar boven te trekken. Ja, ja. Ik vergelijk het parcours, ik ben er zelf geweest om naar de cross te kijken in het veld met dat van Hamme Zogge. En daar kreeg je een heel ander toneel. Dat was een one-man show van Albert met Nijs die niet kon volgen. En nu dit met ook talloze bruggen. Ja, de bruggen waren er dan wel. Maar het ziet er toch echt wel zwaar uit hier. Laatste ronde. Wat hij gedaan heeft, dat is in Loenhout en in Diegem en in Baal, maar vooral in Diegem, een mokerslag uitgedeeld. Op het terrein waarin iedereen dacht, daar gaan we niet meer winnen. En in de achtergrond is Dieter van Tournau toch aan het opschuiven nu. Nog niet veel in beeld geweest. Hij verslapt voor geen sikkepit. Hier is hij. 7-14. Dat is nagenoeg egaal. Strompelen. Dat is wat Meeuwse doet. En hier de twee protagonisten voor plek 2. Wel eens die nog een zetje meende te geven, dacht ik. Ja. Je kan maar beter daar in het wiel zitten dan in het veld. Oppassen hier, Sven. Dat is een zeer gevaarlijke kuil. Een laatste keer al die bruggen op. Nu je toch zo ver gekomen bent, geen risico's meer. Daar heb je Dieter van Tournau. En Meuse, die er toch wel meer van verwacht had. Maar dat is al op een volle minuut. En dan Bosmans. En dan Jim Arnouts. En in de die achtergrond een tijdje op kop reed. En Pauls, die teruggeslagen is. Slotfase is er wat te veel aan. Ja, ze hebben natuurlijk alles geprobeerd. De ene naar Spanje gevlucht en alle kanten uit van de wereld. Om uiteindelijk toch te beseffen, het Belgisch kampioenschap iets te hoog gegrepen. Omdat er een man aan de Gaverbeek rijdt die van een andere planeet is. 5,1 vetpercentage, nooit scherper gestaan. En grotendeels te danken, ik kan niet zeggen alleen aan die zandstrook, maar die speelt toch geweldig in zijn voordeel. Niemand heeft daar vandaag doorgereden zoals Nijs. Ik zou eerder zeggen aan zijn uitmuntend vormpeil, met dank ook aan Paul van den Bos. Want dat is een werk van jaren.
Wie werd wereldkampioen, wat zeg ik, Nederlands kampioen? Niet te voortvarend zijn we uit bij de onder 23. De belofte in Nederland, uiteraard Mathieu van der Poel. De ereronde. Applaus op alle banken. Ook in de post? Ja, toch? Jawel, jawel, jawel. Als ze daar zouden zitten, zouden ze zeker en vast gaan rechtstaan deze keer. Meeuwse nog altijd met overgave, maar de lip hangt wat diep. Bosmans ziet af en dan Paulus ziet andermaal een titel wegfladderen. En gelukkig doen ze in de achtergrond nog moeite. Want stel je voor dat die ook zouden komen rijden voor als we niet op het podium staan, zijn we weg. Dan was het helemaal om zeep. Ja, dit moet een fantastisch gevoel zijn. Vooral ook omdat er toch wel een moment zal geweest zijn na die wereldtitel in Louisville. Waarop hij dacht van, misschien is het zo mooi om nu te zeggen, ik stop. Is en dit... dan die beslissing, weliswaar in overleg met Bob Verbeek, die daar een grote hand in gehad heeft. Doe maar voort, joh. Je bent nog zo goed als de rest. Je gaat er nog veel winnen. Was het de juiste keuze van Bart Welles om nu de materiaalpost binnen te duiken? Wordt hier toch op 3-4 seconden gezet. Zit met een proper vis, maar raakt hij terug bij Rob Peters? Dat is de vraag. Peters zal natuurlijk niet meer wachten nu. Nu ruikt dat hij tweede kan worden. Alhoewel, Peters kan wel eens altijd afdrogen in de sprint, denk ik zo. Ja, maar met een besmeurde fiets en Bart met een vrij proper ding, is het altijd kantje boordje. Een keuze. Mouret, kampioen in Frankrijk. Op de duur, zult u alles weten. Ja, het zijn altijd toch dezelfde namen dat naar voren komen. Ja. Weinig verrassingen. Mouret die in zeer goede doen is, maar dan uiteindelijk toch moest buigen in de slotfase in Rome. Nice. Waar hij nog tot op 4 seconden kwam van dagwinnaar Alpert. Nice. Heel die Bretonse lust door. Allee. Nu voor 9 op 9. De zandstrook. Ja, er moet toch nog een inzet zijn in dit Belgisch kampioenschap. Het is een beetje waggelen, een beetje baggeren. Ja. Het spoor is wat bijster. Vindt hij nog ergens iets wat op het spoor lijkt? Nee, niet helemaal, maar ja. God, dat zullen ze hem wel vergeven, zeker. Ik zal hem redden. Als je moest weten wat dat daar doorgekomen. Voorgeploeterd en niemand heeft het eigenlijk de klus geklaard om los door die zandbak te rijden. Het zijn allemaal maar voetjes waar je rekening mee moet houden, maar geen enkel bandensporen. Dan is dat toch wel een klein beetje begrijpelijk. Vertrappeld, met andere woorden. Opgelet nu. Hier hangt nu plek 2 vanaf. Wat gaat erom in het kopje van Peters? Hier zo lang mogelijk doorknieven en dan maar wachten, uitstellen met dat lopen. Bart Welles is nu al aan lopen toe. Die loopt namelijk beter dan Peters, ook al is Peters langer. En Peters voelt. Hij zal misschien wel de adem van Welles horen. Ook al klinkt dat... Een beetje zoals op de weg op 2 meter komen en daar niet meer naartoe geraken. Het is grotendeels op. En dan denkt u van, ja, hij heeft zich afgepeigerd. Nee, zo werkt dat niet. Als je over dit vormpeil beschikt, dan zie je minder af dan de tegenstander. Lichtaard gisteren is waarschijnlijk lastiger geweest. Is eraan begonnen in het jaar 98-99. Het moet zijn 16e seizoen zijn. En hij stelt vast dat hij op een België. Nee. Dat zijn die paar meters vergelijkbaar met de weg. Als de waaier vertrekt en je bent niet mee, is het om zeep. Ja, dan kun je niet, terug. He. Hij doet het niet. Nee. Ja, dat moet. Buiten gewoon zijn dat gevoel. Wauw. Trippelend, trappelend naar zijn 9e. In paardentermen, dit is nog altijd een raspaard en geen oude knal. Dat woord is geschrapt in de Vandalen. De nieuwe editie komt uit in 2015. Oud, schrap. Peters op 2. Die kan dat wel consolideren. Ja. En toch nog altijd die risico.
Kos. Ja, toch nee, doet hij dat al, ging hij daar wat schuin hangen nee, bij. Ja, met de tweede balk. Het zou echt over een medaille kunnen gaan en hij is ver genoeg weg. Hij heeft natuurlijk geen achteruitkijkspiegel, maar we spreken voor hem. Laatste strook, de brug boven en dan is het nog amper 200 meter voor Rijs. Ja, en dan komt hij in tal van lijstjes mee bovenaan. Hè. 12 podiumplaatsen, dan komt hij naast Van Damme zeker. Die heeft er ook 13. En is hij nog eentje verwijderd van Roland Liboton. Die heeft er 10, maar dit is de 9e van Nijs. Hij kwam voor de zoveelste keer. Hij zag voor de zoveelste keer. En overwint hier in het Belgisch kampioenschap voor de 9e keer zijn majesteit. Sven Nijs. Bravo, man. Solo slim. Heet dat dan. En dan is het wachten. Op Peters. Peters die nog altijd groot ploegt. Daar de laatste zone optrekt. Moet nu in het zicht van de streep komen. En de mensen klappen op de borden. Daar heb je Rob Peters. Tweede in het WK in Kokzijde na Niels Albert. En nu tweede in het Belgisch kampioenschap. Vastgoedservice van Timmy Simons doet een goede zaak vandaag. Peters is tweede en Bart Welles heeft een bijzonder mooie race gereden en is derde. En geloof me, vier op zichzelf met die derde plek. Podium. En dan het strijdje voor de vierde plaats. En die gaat dan naar Tom Meesen voor Jim Arnouds die vijfde wordt. Kijk naar het bespat gezicht van deze lieden. Op iets minder dan een minuut. Hier heb je Jim Arnouds op plaats 5. Hier is Michael van Toernout. Die is Dieter. Dieter, ja. Dieter zijn broer. Ja. Op 1 en 6. Ze lijken sterk op de zesde plaats. En daar heb je dan Wietse Bosmans. Die zevende wordt. Dat is al op ruim minuut 20. Zowat. Bosmans die onderweg leuke dingen liet zien. Drie kwart van de cross. Hij goed. Zeker niet super. En dan weggedeemsterd. Op bijna anderhalf minuut. Pauwels is achtste. Bart Arnouds zal niet tevreden zijn met de negende plaats. Kan niet. In Vlaanderen moet hij op plaats 5 à 6 kunnen liggen. Zeker weten. Van Toernout eruit gestapt. Albert er ook uitgestapt. Het is wachten op een tiende man. Hier is Michael van Toernout. De Europese kampioen bij de belofte rijdt hier zijn profcross bij de grote jongens. En strandt hier op plaats 10 op dik 1,50. Maar vergeet niet, dit is nog een jongetje. Die mag nog bij de beloftecross op het WK. Ja, laat hem maar groeien. Je zal het nog wel merken op termijn. En Renaat is in topvorm, want heeft Nijs nu al te pakken. Sven Nijs. Heel erg gefeliciteerd. Er was het zand en daar is titel nummer 9. Ja, ik heb bewust gekozen om vandaag niet over de balken te springen. Een beetje een statement om toch te laten zien dat je geen balken nodig hebt om hier vandaag te winnen. En ik wist dat het cruciaal punt de zandbak was. En dat is niet van ik rijd beter door het zand als iemand anders. Nee, je moet gewoon fris aan die zandbak komen. En ik had vandaag een hele goede dag zoals ik dat eigenlijk al 3 weken heb. En ik voelde gelijk bij de eerste keer dat ik door het zand reed dat er heel veel kracht op zat en dat ik daar het verschil kon maken. Dus het was een kwestie van iedere keer fris naar die zandbak gaan. De rest van de tour gewoon proberen van uw eigen tempo te rijden zonder te panikeren en iedere keer weer vol door de zandbak. En zo heb ik eigenlijk mijn koers gewonnen vandaag. Je lijkt zo cool. Doet dat nog iets, de 9e Belgische titel? Ja, dat doet wel iets. Ik denk straks in Bal gaat dat weer heel veel doen als de mensen heel enthousiast op mij staan te wachten. Maar ik kan niet ontkennen dat dat niet hetzelfde is als dat je dat de eerste keer binnenhaalt. Maar ik ben ongelooflijk trots en het is al een wonder dat ik dit op mijn leeftijd nog kan. Ik vind het gewoon fantastisch voor alle mensen die met mij samenwerken. Al mijn sponsors die in mij hebben geloofd de afgelopen jaren om dit cadeau nog eens te kunnen geven op mijn leeftijd. Dat is het mooiste wat er is. En winnen in Waregem door het zand van Kokzijde. Ja, ik had nog gezegd. Ik vind het heel fijn als een cross bestaat uit technische vaardigheden waar je iets beter kan dan de rest. Ik hou niet zo van die crossen waar je gewoon een uur zit te wachten totdat er iemand tactisch een foutje maakt. En vandaag kwam dat perfect tot zijn recht. Proficiat. Dank u wel. Belgisch kampioen, daarin verwerkt ergens. De Maukes kreeg de trui en de medaille uit handen van Tom.